Goedendag. Een koude bevrijdingsdag was het vandaag met veel wind uit westelijke richtingen. We zien hier ook de vlaggetjes heel duidelijk horizontaal hangen. Felle opklaring ook af en toe, maar er vielen toch ook wel een paar buien. En ook morgen moeten we rekening houden met een wisselvallig weerbeeld. Ja, af en toe echt pittige buien vandaag hoor. Dit is aan het strand en dan zien we die hele donkere lucht die opdoemt. Soms kwam er ook hagel en onweer voor en het is te hopen dat deze paarden met hun berijders op tijd weer weg waren en niet midden in die bui zijn terechtgekomen. Nou, morgen krijgen we wat regionaal wat verschillen. In het zuiden van het land, daar is veel bewolking aanwezig door die storing die ten zuiden van Nederland langstrekt. In het noorden wat opklaringen, maar daar vallen wel een aantal buien. Vrijdag, met name in de late nacht en ochtend, een aantal buien die overtrekken. De rest van vrijdag ziet er dan droog uit. En dan krijgen we op zaterdag te maken met een warmtefront. Dat zien we hier vanuit het zuidwesten opkomen. Dat betekent dat in de loop van zaterdag het eventjes flink gaat regenen. Als die regen dan voorbij is, dan zitten we in de warme lucht. En dat betekent weer dat we zondag veel hogere temperaturen gaan krijgen. Nou, morgen dan is het nog ronduit fris. Met een westenwind wordt het niet veel warmer dan een graad of 10 in het noorden. In het midden en zuiden van het land kan het 11 of 12 graden worden. Zoals gezegd, in het noorden is er wel wat ruimte voor zon, maar kan er een enkele bui vallen. En in het zuiden is meer bewolking aanwezig en kan er af en toe wat lichte regen gaan vallen. Vrijdag, dan vooral in de vroege ochtend een aantal buien, maar in de middag toch wel op de meeste plaatsen droog. En dan gaat de temperatuur iets omhoog. Het wordt dan 11 tot 14 graden bij nog steeds die matige westenwind. En zaterdag, dan komt dat warmtefront over. Vanuit het zuiden raakt het dan bewolkt en gaat het enige tijd regenen. Maar de temperatuur gaat wel steeds verder omhoog. Aan het eind van de middag is het zo'n 14 tot 16 graden. En zondag zitten we dan echt in die warme lucht. 20 tot 25 graden kan het worden. Zijn er best zonnige perioden, maar in de middag kan er wel lokaal een regen- of een onweersbui vallen. Nog een fijne dag.